Duitse sfeer gisteravond in Landgraven. Niet zo gek, want op de skipiste staat Christian Fleur. Hij staat al 99 uur non-stop op de skis. Eten doet hij in de skilift en dutten doet hij als hij ontspannen naar beneden komt. Hij heeft tijd genoeg gehad om na te denken wat hij gaat doen als de 100 uur erop zitten. Ich gehe heute Abend feiern. Also ich habe da gehört, da ist heute Abend noch ein Oktoberfest. Ich gehe gleich duschen, werde dann massiert von meiner Physiotherapeutin. Maar voordat Christian mag stoppen en genieten van een biertje, wordt er eerst nog een recordpoging rodelen gedaan. Ja, de bedoeling was om met z'n allen tegelijk naar een hele rechte lijn onder te komen. Maar blijkbaar kunnen sommige mensen niet sturen met rodeltjes. Dus we gingen een beetje helemaal door elkaar. Christian die gaat gewoon onverstoorbaar door. Hij kreeg de laatste 25 uur hulp van Esmee van Vught. Zij zette een record voor de dames. Zit van het eerste vrouwelijke wereldrecord en ik ben een Nederlandse en dat vind ik alleen maar humor en dat was de achtergrond. Yes! En dan is het moment aangebroken dat Christian aan zijn laatste afdaling begint en hij oogt nog heel fris. De voorpoging van de Duitser Christian Fleur is gelukt. Maar of hij volgend jaar terug is voor de 200 uur non-stop skiën, daar bedenkt hij zich nog even over. Heute Abend feiern wir erstmal 100 Stunden und alles andere können wir zur rechten Zeit am rechten Ort besprechen und sicherlich kriegt ihr das dann auch mit. Yes, okay!